IJsberg. IJsberg? Had ik een ijsberg moeten hebben? Nee, die heb ik. Nou, daar gaat hij. Oké. Ja, hij loopt. Alles goed? Ja. Lennart! Hey, Lennart! Wat doe je daarboven? Kap dicht, ben bezig. Ja, maar is het niet gevaarlijk zo hoog in die mast? Je mond dicht, zeg ik. Nou, we varen nou al zo lang en het enige wat we zien is zee, zee en nog eens een keer zee. En ik heb het ook zo verschrikkelijk koud hier. Wat is dat toch knap van mezelf, dat ik zo hoog durf. Niemand hierin op het schip durft zo hoog als ik, maar ik ben nergens bang voor. Ik durf wel in het kraaiennest hoor. Ja, zeker, ja. Daarom heeft Willem Barends mij ook meegenomen op zijn schip naar de Noordpool. Ja, zeker. Hey, zeg, ga eens aan de kant op, dondertje. Ja, maar Lennart, kon je daar wat zien daarboven in die mast? Zien? Ha, 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 ha. Ik zag de halve wereld, zowat. Zag je ook China? Kon je China zien liggen? Want daar zijn we op weg naartoe. Door de IJszee heen. Meneer Barends wil door de IJszee naar China. Want dat is veel korter dan langs Afrika. Ah, wat weet jij er nou vanaf, snotneus? Hey, echt waar, meneer Barends heeft het al zelf verteld. Hij heeft het al 2 keer eerder geprobeerd. En toen is het niet gelukt. Maar deze keer moet het lukken door de IJszee heen naar China. Ach, wat weet jij nou van China? Je kunt nog niet eens tot 6 tellen. Wel eens, ik kan wel tot 6 tellen. Luister maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik weet ook best wel wat van China hoor. Want in China, daar halen wij thee vandaan en peper. En hele mooie zijde om kleren te maken. En porseleinen theepotten en kopjes. En Lennart, in China eten ze ook met stokjes. Ja, en ze drinken de thee uit hun navel. Nou goed, ach man, hoe op met je praatjes, bedweter. Nee, als jij niet een beetje rustig wordt, dan gooi ik jou overboord. Dan kun je de ijsberen gaan vertellen. Over China. Nou, en die eten echt niet met stokjes. maar ho. Ik heb het goed met je gemaakt. Je krijgt van mij een lantaarntje mee. Een lantaarntje? Ja, maar weet je, het wordt hier zo dadelijk over een paar weken hartstikke donker. En dan... Heb jij tenminste nog een lichtje? Oh, ik ben wel weg hoor. Is hij weg? Ja, hij is weg.
Nou, en dan ga ik een heel, heel gemeen plannetje bedenken. Maar dat mag niemand weten hoor, dat mag niemand weten. Weet je, iedereen hier op dit schip, hè, is heel erg bang voor een ijsberg. Want ijsbergen zijn heel gevaarlijk. Als je ijsbergen tegenkomt met je schip, dan kun je niet meer verder. En als een ijsberg tegen je schip aankomt, dan kan je schip wel zinken. Ja, daarom is iedereen hier heel erg bang voor ijsbergen. Ja, zeker meneer Barends, Willem Barends. Oh, de baas hier op het schip. Die is bang voor ijsbergen. Die is hier 2 jaar terug ook geweest. Ja. En toen waren er allemaal ijsbergen. En toen kon hij niet meer moest hij maken dat hij wegkwam. En daarom ga ik ze nu allemaal foppen. Ik ga roepen dat er een heleboel ijsbergen aankomen. Ja. Ja, komt ie hoor. Komt ie. Help, een ijsberg! Help, een ijsberg! Een verschrikkelijke ijsberg! Waar? Oh, ik zie een ijsberg! Waar is een ijsberg? Toe, vertel het, Lennart. Ik zie helemaal geen ijsberg. Ik zie nergens een ijsberg. Waar is hij dan, Lennart? Toe dan. Ik heb je bij de neus genomen. Bij de neus? Je hebt mij helemaal niet bij mijn neus. Ja, wel. Want het is helemaal geen ijsberg, Oen. Maar waarom riep je dan, help, help, een ijsberg? Om jou bij de neus te nemen, te foppen zogenaamd. Het was een grapje. Wauw, ik vind jou maar een hele grote flauwering. Dus heb je dat hoofd gezien? Waar is dat die ijsberg? Waar is dat die ijsberg? Zo wordt een reisje naar China toch nog leuk. Doen we nog eens. Maar wacht even hoor. Even serieus. Jullie houden je kop dicht, hè? Want anders dan gooi ik jullie allemaal overboord. Met je papa en mama erbij. Denk erom. Komt ie. Help, een ijsberg! Een ijsberg, een verschrikkelijke ijsberg! Help! Waar is die ijsberg dan, Lennart? Het is zo gevaarlijk en ik zie hem niet. Waar is hij dan, Lennart? Het was weer een grap. Je bent er weer ingetrapt. Ingetrapt? Ik ben helemaal nergens ingetrapt. Ja, er is geen ijsberg, Suffert. Het is weer mis. Nou hoor, ik vind jouw grappen helemaal niet leuk. Ik vind je een ontzettende grote flauwerik. Bap, bap, bap. Ik ben heel erg boos. Zeg, zouden jullie eens wat rustiger kunnen zijn? En jullie waren tot in het ruim te horen met jullie geschreeuw. Ja, meneer Barends. Ja. En moet ik jullie roepen over ijsbergen? Ik zie helemaal geen ijsbergen. Ik houd helemaal niet van ijsbergen. Als ik van ijsbergen droom, kan ik niet slapen. Ik wil helemaal niets meer horen over ijsbergen. Begrepen? Straks komen ze nog echt. Zie je nou wel, Lennart? Meneer Barends vindt jou ook een hele grote flauwerik. Ja, houd je kop hierover! En je zegt helemaal niks tegen
Willem Barents. Begrepen? Anders dan gooi ik jou van de ijsberen. Ijsberen? Zeg dat nou toch niet? Direct komen ze nog echt. Maar ik ben zo bang dan. Iedereen kan ik hier vat op dit schip. Zelfs de grote Willem Barents straalt erin. Ik begin het steeds leuker te vinden. En dan vind ik die gaan, dan ga ik gewoon door. Hè. Dat is nog een keer zo met mij. Help! Een ijsberg! Een ijsberg! Van 900 kilometer! Help! 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 Alle hens aan dek! Een ijsberg! Een ijsberg! Waar is dat? Die ijsberg. Niet aan bakboord? Niet aan stuurboord? Zeg, Lennart. Heb jij je vanochtend wel gewassen? Nee, ik heb me niet gewassen. Jawel, zeker. Heb ik mij gewassen. Hoezo, meneer Barents? Omdat het hoog tijd wordt dat jij die ijsbergen eens uit je ogen wast. Alle haaienkoppen nog aan toe. Was die even kwaad, zeg. Oh. Maar wacht eens even. Dat is allemaal jullie schuld. Dat is jullie schuld. Jullie riepen van ijsberg. Ja, jullie riepen van ijsberg. Ik niet. En dat mogen jullie helemaal doen, want er was helemaal geen ijsberg. En nou krijg ik de schuld van Willem Barents, maar jullie riepen van ijsberg. Oh, wat is dat gemeen. Jullie mogen helemaal niet van ijsberg roepen. Want die is er helemaal niet. Nee, dat mag helemaal niet. Alle makkerelen. Koppen. Huh? Droom ik? Jawel. Dit. Een ijs. Ijsberg? Oh. Help! Een ijsberg! Help! Ik kom echt niet meer, hoor, Lennart. Ik geloof niet meer in jouw flauwe grappen. Ja, maar dit is geen grap! Dit is geen grap, grote seffer dat je bent! Oen! Dit is echt een ijsberg! Oh, meneer Barents! Meneer Barents! Kom! Meneer Barents, er komt een ijsberg aan! We varen op een ijsberg! Lennart, die grapjes ben ik zat. Je gaat je om 7 uur melden en dan kun je de hele nacht wachtlopen. Laat ik ook eens grappig zijn. Nee, meneer Barents, kom, kijk, het gaat echt niet goed, het komt niet goed. Straks komen we tegen het schip aan. Oh, dan komen we tegen de ijsberg aan. Ik ben helemaal niet in de war. En dan zo, dadelijk, dan komt er een gat in ons schip. En dan komt er water in ons schip. En dan zinkt het schip en dan verdrinken we misschien wel. Help! Een verschrikkelijk grote ijsberg! Help!
Help! Nee, ik kom niet meer! Een baviaan! Help! Oh, dit gaat verkeerd, dit gaat verkeerd! Help! Oh. Oh. IJsberg. Een echte ijsberg. Oh, dat heb je er nou van met je grapjes. Lennart, we zitten vast. We kunnen niet meer vooruit. We kunnen niet meer achteruit. Misschien nog naar de zijkant, meneer Barends. Lennart. Weet je wel wat dat betekent? Wat dat betekent? Dat betekent, Lennart, dat wij hier moeten blijven. De hele winter. Wij moeten hier gaan overwinteren. Overwinteren, Lennart. Hoe heet het hier eigenlijk? Meneer Barends? Nova Zembla heet het hier. Nova Zembla. En dat is heel wat anders dan Mallorca of Ibiza. Hier zijn helemaal geen mooie warme stranden. Het is hier zo dadelijk heel erg koud. Het is hier nu al koud, maar het wordt wel 30 graden onder nul. En de zon gaat hier weg. 3 maanden lang wordt het hier achter elkaar door nacht. En weet je wat hier allemaal rondloopt? Nee, meneer Barends. Hier lopen ijsberen rond. Grote, hongerige ijsberen. En weet je waar die gek op zijn? Nee, meneer Barends. Die zijn gek op mannetjes die hele flauwe grapjes maken en die Lennart heet. Papa! Meneer Barends, we blijven toch wel op het schip, hè, meneer Barends? Nee, Lennart. Pieter. Nee. Ik denk dat wij zo snel mogelijk van dit schip af moeten. Want het wordt door het ijs verder omhoog geduwd. Het wordt gekraakt. Net als een noot in een notenkraak. Maar dan heb ik daar in de verte... aangespoeld hout gezien. Daar gaan wij een huis van maken. Een huis maken? Gaan we zelf een huis bouwen? Ja, om ons te beschermen tegen de koude en tegen de hongerige ijsberen. Ga je mee, Pieter? Ja, meneer Barends. Want ik ben wel een beetje een ballerik, maar zelf... een mooi huis gaan bouwen, dat lijkt me al een reuze goed idee.
Wat sta je daar nou weer, trilbibber? Oh, oh Lennart, ik heb het zo verschrikkelijk koud. Weet je wat ik nou niet begrijp, hè? Nou? Dat Willem Barend zo'n ei als jij bent mee heeft willen nemen op zijn schip over de Noordpool. Kijk, ik ben zo lenig als een panter en zo snel als een hazewindhond en zo slim als een dat weet ik nog even niet en zo sterk als een beer. Schijn nou toch uit over die beren. Straks komen ze echt. Maak je niet druk. Als ik een beer tegenkom, dan kriebel ik hem even onder zijn kinnetje. Dan laat ik hem even mijn spierballen zien. Nou, dan maakt hij dat hij wegkomt met zijn staart tussen de poten. Nou, ik ben ook weg. Dag. Ach, hoepel maar op. Slampamper! Ik hou die ijsberen zelf wel in de gaten. Maar ze durven toch niet te komen. Want ja, ik sta er. Nou, dan maken ze wel dat ze wegkomen. Want ze hebben mij gezien natuurlijk. Oh, daar komt meneer Barend zo. Zo, Lennart. Jij houdt de ijsberen in de gaten? Ja, zeker, meneer Barends. Maar ik heb het heel rustig hoor, want ze durven toch niet bij mij in de buurt te komen. Dus daar hebben we geen last van. Zo. Maar meneer Barends, als ik u vragen mag, blijven wij hier nog lang op Nova Zembla? Ik heb de zon alweer een paar minuten tevoorschijn zien komen. Nee, Lennart. Het schip zit nog muurvast in het ijs. En het blijft hier nog wel koud tot in juni. Nee, ik ben bang dat wij hier misschien wel roeiend en zeilend met twee sloepjes vandaan moeten gaan. Roeiend en zeilend met twee sloepjes. Ja, ja, ga nou gauw. Daar doe ik niet aan mee hoor, daar ga ik. Roeiend en zeilend met twee sloepjes. Dat lijkt me hartstikke leuk, meneer Barends. Ja, meneer Barends. Met zo'n sloepleidje. Daar heb ik wel zin in hoor, meneer Barends. Nou, het is maar wat je leuk vindt, Lennart. Maar kom, ik zal even gaan kijken of wij polvassen hebben gevangen in onze polvasvallen. Dan hebben we misschien nog wat lekkers te eten voor vanavond. Oh ja, en jij houdt de ijsberen nog goed in de gaten? Jazeker, meneer Barends. Zit daar maar niet over in hoor. Ik met mijn haviksogen zie een luis in een ijsberenvel. Mooi, Lennart. Goeie wacht. Ja, meneer Barends. Er is geen ijsbeer, er is geen ijsbeer, want die ijsbeer, die is bang voor mij.
en er is geen ijsbeer, en ik ben zo sterk. En... Wat is er? Niet allemaal tegelijk. Wat is er, jongens? IJsbeer, ja. Nee, die zijn hier niet. Ja, ze zijn er wel, maar ze durven nou niet bij mij in de buurt te komen, hè? Een ijsbeer, hier. Ja, nou, ik zie toch helemaal geen ijsbeer, nee. Een ijsbeer, achter me. Oh ja? Ja, pas op, hè. Niet zomaar die flauwe grapjes, hè. Dat weten jullie, hè. Waar is dan die ijsbeer? Hè? Huh? Nou, nergens dus. Flauw grapje hou ik niet van. Dat wil ik niet weer. Want dat zijn hele vervelende grapjes. Dat doe ik zelf ook niet. Nee, dat lijkt nergens op. Wat? IJsbeer, weer. Ja, het zal wel. Zo net heb ik voor niks gekeken. Ik ga niet zomaar voor niks kijken. Nee. Oké, nou ik ga nog één keer kijken. Waar is dan die ijsbeer, hè? Ja. Alle haaienkoppen bij elkaar. Daar hou ik helemaal niet van. Jullie moeten daar eens mee ophouden. Jullie gaan altijd dingen roepen die er niet zijn. Ik ga ook niet zomaar een ijsberg roepen als er geen ijsberg is. Dat zijn hele flauwe grapjes en daar hou ik beslist niet van. Jullie moeten niet zo schreeuwen! Niet zo schreeuwen! Help! 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 Oh, een ijsberg! Is hij weg? Geen ijsbeer gezien, maar ook geen polvas gevangen. En dat is heel erg jammer. Maar ik ben blij dat ik trouwens geen ijsbeer heb gezien, want die zijn gevaarlijk, jongens en meisjes. Heel erg gevaarlijk. Wat is er? Wat is er? Helemaal niet koud meer. Met al die bont aan. Bye. Wat was dat, meneer Barends? Pieter. Heb jij eigenlijk wel door... wat je gedaan hebt. Jij hebt een ijsbeer verjaagd. Er was hier een ijsbeer en jij hebt in je eentje een ijsbeer verjaagd. Pieter, jij bent de held van Nova Zembla. Geweldig. Wacht eens even. Daar komt die opschepper van een Lennart weer aan. Gauw, verstop! Is hij weg? Poe, poe. Jongen, wat heb ik in...
heb ik het even benauwd gehad. Oh. Maar gelukkig heeft niemand het gezien. Behalve jullie dan natuurlijk, hè. Maar jullie zeggen helemaal niks, hè. Tik erop. Anders dan maak ik gehakt van jullie. Jullie mogen niet zeggen dat ik bang ben geweest. Ah, haha, daar komt meneer Barends aan. Zo, Lennart. Jij staat nog steeds op wacht? Ja, meneer Barends, maar ik heb het ontzettend druk gehad. Want ik heb toch maar eventjes 9 ijsberen verjaagd. Ja, 9 ijsberen, Lennart. Dat is heel knap. Ja, zeker, meneer Barends. Ja, de eerste twee, die schrokken al zo verschrikkelijk toen ik mijn spierballen deed rollen. Nou, die maakten dat ze wegkwamen. En, toen heb ik de nummer 3 bij zijn achterpoten gepakt. En die heb ik over mijn hoofd geslingerd. En zo sloeg ik 4 andere ijsberen om als kegels. Nou, en toen met mijn stalen vuist heb ik daarna nummer 7 en 8, meneer Barends, tegen de grond geslagen. Zo, zo. Knap werk, Lennart. Ja, meneer Barends. Ik sta voor niets. Een ijsbeer krijgt mij niet vrij. Hé, kijk jongens. Ik heb het nu echt helemaal niet koud meer. Ah, een ijsbeer. Een ijsbeer. Oh, mama. Mama, ik pis in mijn broek. Mama, oh, nee. Ik val flauw. Oh. Ah. Ah. Nou, het is hier op Nova Semla echt geen pret, hoor. Maar dit is het einde. Dat was het. Nou. Leuk hoor. Ja, vind je het? Ja. Je was heel stil, Martijn. Je had best. Precies. Dat filmpje even volmaken, die chat. Oh. Ik moet op de koffie. Even een koffie maken. Wanneer denk je dat hij weer in orde is, Martijn? Vanmiddag? Cineast. Vroeg in de middag? Vroeg in de middag. Of jij moet je pas vanavond werken of werk je gewoon? Ja. En dan gaat die naar buiten? Ja, dan moet die naar buiten klappen. En dan klemt die. Ja. Kun je ze niet verder doordrukken? Nee, want dat is serverend. Maar ik kan ze andersom proberen, maar dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Maar ik zal even thee pakken en zo, het gat nog een beetje kleiner maken. Er komt ook nog zo'n dingetje aan te hangen. Informeren naar de vervalsing van Rappert. Die daar eens even een verhaaltje over gaat houden. Ik krijg binnenkort een. Wordt het opgenomen? Oh, dat kan niet. Ja. Vertel de geheimen maar allemaal. Gaan jullie nu even dat doen wat ik vanmorgen zeg? Maatje, jij zorgt even dat. Nee hoor. Ja, meneer Schot. Nee hoor. Dokter Anders Schot. Laat hem even die vervalsing van Rappert zien. Dat doen we niet. Nee, Frans ontdekt. De beroemde ontdekking, wat het Rijksmuseum nog niet door had, heeft Frans Schot. Op als jij je ego wat op wil krikken, dan moet je dat op een andere manier doen. Als jij je ego wat op wil krikken, dan moet je dat op een andere manier doen. Moet dat hier zo? Nou, dan weet ik genoeg. Ik weet genoeg. Ah, ze weten ook genoeg over jou.
Goedemorgen, museum het behouden huis met Maartje. Het is heel simpel. Hey. Hey, Koffie. Kan ik je nog een beetje van zo'n aanspreken? Nou, zodat je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Ja? Wil je mij hebben? Ja, natuurlijk, want aan Frans heb je niet zoveel. Ik wil helemaal niet meer. Nee, jij laat hem ook zomaar staan op straat. Ja, dat moet ik me een steekje horen natuurlijk. Ik ben dan in zo'n dag. Goeiedag. Hé jongen. Hoi Douwe. Dag jongen. Dit wordt een harsen. Dit wordt een harsen jongen. Het gaat over de reddingboot. Er is op 24 juni is er een mevrouw uit de midden. Dat is mooi. Zijdelings verbonden met de museum, maar er is dus hier een historische werf. Nee, dat weet ik wel, want je bent wel boven geweest, want ze heeft de foto. Ik ga even kijken of ik mijn telefoonnummer afvinden voor u. Maar dat stond ze zelf niet bij. Staat Martinus in dit gids hier dan? Martinus Koster, staat hij hierin? Ja, mooi. Ja, ze heeft Bas is er mee. Daar gaat het eigenlijk helemaal over. Ben je nog bezig? Kost, ja. sorry. Dat wordt een speelfilm. 4-4-8-3. Ja, ze weten er alles van, maar ze reageren niet erg, ja? Hoor. Ja, nee. Dat is meer aan het. Nu is het lang, hè? Ja. Oké. Okay. Prima, dank u. Dag, meneer. Gewoon de handen wil houden, dan doe je het zo, hè. Hou je hem zo vast. Oh, die grapjes mag ik niet bij je zo maken. Yes, oké. Okay. Dat is interessant. Kan je er ook mee aan je kop krabben? Ik denk het niet, ik denk niet. Je neusburger gaat? Ja! Je vader is onmogelijk. Wat is dit nou? Ik hou die stok ervoor hoor. Ja, maar het resultaat, dat voel ik vieze lach erin. Niet door te gooien, hè? Dan word ik ontzettend boos. Zo, nu ga ik. Ik weet je dat ik hier nooit ergens aankom. Jij komt nooit ergens aan. Nee. Dat vind je vrouw ook niet leuk. Nee, nou, goed, dan beginnen we meteen zo natuurlijk. Haartjes snel. Kijk, ik heb hem. Wat heb je? De grote, met een schepnetje. Kijk Martijn. Weet je nou? Ik had hem wel. Wat is dat? Een vlinder. Ja, daar zit hij toch. Waar? Ik ga weer. Hij is onderweg om s'nachts. Wat dan? Nee hoor. Kom op zeg. Hij is hier. Hey! Wie is dit? Dit is mijn partij.
Stijn. Hier. Hier moet je koffie drinken. Hier. Daar moet je een plaatje van nemen. Kijk, kijk. Zo schieten we de koffie op, weet je dat? Dat moeten ze niet allemaal zien. Hé, hey, klaar hè? Kijk. Ah, oh, wat jammer. Welke zal ik nemen? Ik neem er een, zeg. Want ik ga gewoon naar die meneer toe. Die is nou, met een boze oog kan nou wel. Waar zijn ze? Ja. Wie? De conservatrix. Gaat het er ook allemaal op? Nee, toch? Nee.